Sportpark De Roze, gisteren 5 minuten voor de aftrap. Niets doet vermoeden dat hier zometeen de topper tussen Neerpelt en Veldwezel gespeeld moet worden. De stadionverlichting weigert dienst en dus krijgt Neerpelt een half uur om het euvel te verhelpen. Anders dreigt een 0-5 voor Fijn-nederlaag. Intussen neemt de nervositeit toe in het Neerpeltkamp. Eén man sleutelt rustig verder aan de zekeringskast. Voorzitter Jan Winters. En kijk, 2 minuten voor het verstrijken van het half uur is er plots terug licht in de duisternis. Met dank aan de voorzitter. Ik ben eigenlijk van beroep elektricien, dus ik ben met Electrobouwelec. Ik was naar hierin gekomen dus voor te eten. Dus ik ben dan op zeker moment viel het licht uit. Dus ik ben dan nog huis heen moeten rijden, een beetje materiaal moeten gaan halen. En uiteindelijk hebben we het gelukkig nog kunnen herstellen, ja. En zo wordt er dus toch gespeeld op de Roze. Op het kwartier is Veldwezel dicht bij de openingstreffer, maar het schot van Gerritsen strandt op de binnenkant van de paal. Neerpelt countert en aan de overkant is het wel raak Jasper Daniels met de 1-0. Meteen ook de stand aan de rust. 10 minuten in de tweede helft dan Hostem met het schot. Kar is goed gevolgd en duwt de gelijkmaker binnen, 1-1. De topper in vierde is een aangenaam kijkstuk met 2 teams die vol voor de 3 punten gaan. Hier kan Hustings de bal niet binnenkoppen. Bij Veldwezel jaagt interimcoach Guy Klaas zijn troepen naar voren. Klaas die al voor de 4e keer trainer is van de ploeg uit Lanaken. Ja, ik denk nog niet dat veel voorgekomen is. Pas op, dat wilde ook zeggen dat ik 2 keer of 3 keer ontslagen ben. Maar dat hoort in het spel bij, maar het is voor mij een club waar de gezelligheid is, waar warme mensen zijn. Die op momenten heel cru kunnen zijn, maar 5 minuten daarna het vergeten zijn. Even later is het wel raak voor Veldwezelt, maar het doelpunt van Gerritsen wordt afgekeurd voor buitenspel. Al heeft assistent Bastiaans dat niet meteen door. De beste kansen in de tweede helft zijn nog voor de bezoekers, maar het vizier van de Veldwezeltspitsen stond al wel een scherper. Neerpelt en Veldwezel delen zo de punten na een aangename topper. Een beetje ontgoocheld omdat we de tweede helft de mooiste kansen gehad hebben. En dat we ze niet afgewerkt hebben en dat we dat gecreëerd hebben op een basis van heel goede inzet, onvoorstelbare inzet zelfs. En dan had de ploeg het verdiend van hier te winnen. Ik ben wel overtuigd dat wij tot op het einde kunnen meedoen voor de eerste plaatsen. En dat is sowieso het doel natuurlijk. Want wij willen als we de eindronde moeten spelen, willen wij met een goed gevoel naar die eindronde gaan. En dan moet je sowieso meedoen op het einde. En dat zijn wij van plan en dat gaan we ook doen ook.